Dag René en Jacqueline. Hey Edwin. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja, goed, leuk. Ja, we spraken elkaar net al even, maar we zeiden, als we nou de tocht zijn, dan kunnen we beter maar gelijk... Even als jullie toch gaan rondleiden, want we waren hier een jaar geleden, september 2017, toen waren jullie echt net begonnen met verbouwen. Of eigenlijk waren jullie nog bezig met slopen toen? Ja, slopen. En ondertussen hebben jullie ook een klein beetje andere naam. Tenminste, jullie zijn nog steeds het Werpen van Middelburg. Ja. Maar nu zijn jullie apart hotel. Het staat apart, ja. Ja. Appartementenhotel. Dus en dat is weer wat anders dan de short stay zoals jullie begonnen, of zijn jullie dat ook nog steeds? Alle twee zijn we dat. We zijn zowel een appartementhotel als een short stay. Dus dat mensen die echt voor een weekendje weg willen en eigenlijk apart willen zijn in hun eigen appartement, zijn van harte welkom. Maar ook werknemers die langere tijd willen verblijven in Middelburg. Hè. Mensen van Vlissingen Oost of mensen die bij de Rozenveld zitten. Hartstikke welkom om voor een week, maand te komen zitten bij ons. Kom, loop eens even mee. Loop maar, Edwin. Hop. Ja, hop. Kamer 1, Zeeuwse Babbelaar. De Zeeuwse Babbelaar, ja. Ieder kamer heeft een eigen thema. Dus dit gaat over de Zeeuwse Babbelaar. Je ziet het ook aan de okergoudkleurige kleuren die we hebben. Met natuurlijke Middelburg weer. De Larian, ja, en de Abdij, ja, prachtig. En dan de, ja. En deze kamers die gebruikten jullie voor dien, was het gewoon instructieruimte, hè? Ja, instructie. Want in totaal zijn het er 7, hè? Ja, op dit moment wel. Wat betekent dat op dit moment wel? Heb je nog andere plannen? Er is nog mogelijkheid tot uitbreiding. Oh, dat is weer heel anders, zeg. Ja, dit is ringrijden. Het is leuk dat ieder appartement een eigen thema heeft. Dus als je een keer komt in een ander appartement, is het leuk om... Maar ik kan me voorstellen dat deze is denk ik wel duurder dan die beneden. Of, nee, deze zijn dezelfde prijsklasse. Ja. Want ik zou toch eerder voor deze kiezen. Ik weet namelijk waarom ik dat gevoel meteen heb. Ja. Ik denk toch dat balkonnetje waar ik een zwart voor heb. Ja. Kan je daar gewoon op staan? Ja hoor, dat is gewoon open. Dat is, Ja, dat vind ik altijd prachtig. Daar krijg ik een beetje dat Franse gevoel van. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan zo'n beetje... Ja, prachtige straat eigenlijk, hè? Ja, schitterend zo, hè? Steenworp op afstand van het station. In zicht op de buren. Ja. Maar als je niet goed te been blijft, dan blijf je natuurlijk beneden. En als je denkt van, goh, ik wil wat meer dat snap ik rust of niet ja, wat hoger. Dus, zo dan. Ja, dat heeft, ze hebben toch allemaal een hele eigen karakter. Ja, dus bloedkoraal. En de kloostergangen. Ja. Ja, met een ledekant en... slaaphangers, hier kan je met meerdere mensen, hier kan je ook met twee tieners erbij. Maar mag ik vragen, want dan kan ik waarschijnlijk ook online zeggen, wat kost een kamer eigenlijk? Of een appartement? Het verschilt van prijsklasse. Je zit beneden vanaf 75 euro. Ja, maar dat is allemaal net laagseizoen. Dat is ja, oké. Okay. Ja. En dit is tot 165? 165. Ja. Dan zit je er wel met z'n vieren. Maar weet je, het is in een hotelkamer, je zit toch in een hotelkamer en hier ben je toch helemaal zelfstandig eigenlijk. En dan kan je je eigen... Ja, over je alles, ja. Een special praatje. Ja, je hebt alles. De keuken zijn ook helemaal ingericht. Ik weet niet of je dat wil zien. Kom, je mag dat nodig vindt, leuk vindt. Kijk, het staan allemaal... Gewoon alles erop in de gang. Pannetjes. Ja. Kijk, dan ook altijd... Zelfs een appelletje. Doe het er ook bij voor alle gasten. Ja. En natuurlijk, als je op vakantie bent, heb je zeker geen zin om af te wassen. En weer lopen naar de gasten toe. Gitten. Zeeuwse gitten. Granaten. Oh, kijk, er komt ook net zo was naar buiten. Ja, dat moet ik ook nog steeds eens een keer op bezoek. Ja, zeker naar die nieuwe dingen die ze hebben natuurlijk. Strangen. Of strange. Strangen. Ja, mensen denken altijd strange. Deze kamer, maar die is gaaf. Gaafste van allemaal. Wel de kleinste, maar ook de gaafste. Ja. Dus ik vind deze echt heel leuk. Heel leuk geworden ook. De balken was het bedoeld dat we die allemaal kaal gingen maken en de schilder was bezig. Dat ik zei, nee, nou moet je stoppen. Dit vind ik heel gaaf. Ja, gewoon zo laten. Ja.
Hij wilde ze wit schilderen, maar hij zei van, moet ze eerst kaal maken, dat soort dingen. Toen hij geschuurd had, dan hadden wij zoiets van, het is goed, je hoeft niet verder. Maar ik heb op een of andere manier heb ik het gevoel dat het hier sowieso wel heel warm is, of valt dat wel mee? Valt wel mee door de dakramen die erin zitten, dat ze, het is goed geïsoleerd. Ook hier weer even het raampje op, ja. Natuurlijk. Een hele brede dakgoot zie ik. Zo, maar zit er een stapel in. Ja, er komt net een boot voorbij. Ja, dat is wel heerlijk om hier naar buiten te koekeloeren, zeg. Ja, hartstikke leuk. Maar dit is inderdaad heel anders. Ja, dat is anders. Zonder meer. En dat is wat laten zien. Nog wat andere. Het is iedere keer weer een verrassing, Edwin. Dan, ja. Nooduitgang. Ja. Dan weer met deze kant op. De Zoutering. Ja, ook weer compleet anders. En dit is de oester. Ja. En merken jullie dat klanten een bepaalde voorkeur hebben dat één kamer echt altijd verhuurd is ofzo? Of maakt dat... Ja, de Strangen is heel veel verhuurd. Oh, ja. Inrijden, wat jouw voorkeur had, is ook heel veel verhuurd. Ja. En dit is een rustige kamer, die gaat ook goed. En we merken dat deze twee kamers hier aan de bovenkant, mensen die dus voor bedrijven komen, die willen deze twee kamers hebben. Dat merken we altijd. Deze twee gaan voor lang. Ja. Het heeft toch misschien wel met het uitzicht te maken. Is het een groot verschil? Want nu ging het natuurlijk met de raam open. Maar is het verschillende geluid groot tussen de achterkant en voorkant hier? Ja, de stationstraat is best een drukke straat natuurlijk. Ja, en de achterkant is wat rustiger. Ja. Maar aan de voorkant heb je natuurlijk ook meer het straatleven. Ja, voor het uitzicht is veel leuker. Ja, wat je wil. Ja. Nou ja, in de zomer zit hier denk ik ook wel mensen buiten aan de achterkant. Hè? Ja, tuurlijk. Kijk, daar hebben we lekker een koekeloer. Ja. Nou, leuk. Leuk om even zo te zien. Ja, het is prachtig geworden. Leuk. En dat je even... Ik ga toch weer eens even, want op de site hebben we hadden we toen wel foto's geplaatst, maar niet zo gek veel. Dus ik ga toch nog eens even kijken wat ik er nou nog... Want was dit nou één grote ruimte hierboven waar we nu staan? Of dit waren wel al kamers? Ja, er waren twee kamertjes waar dit en aan de voorkant was... Het was al uitgebroken, denk ik. Maar hierboven is één grote open ruimte. Ja, ik kan me ook nog herinneren dat er dan een soort niveauverschil was in die zolder. Maar ik moet gewoon die foto's nog even bekijken. Ja. Maar dat zie je nog steeds hier, hè? Dat zie je hier natuurlijk. Oh, ja. Dus maar dat had ik dus alweer helemaal niet door. Ja, ja dus... Bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan. En welkom bij de VOM. Jullie hebben jullie aangesloten bij de Vereniging Ondernemers. Ja. Dus dat is altijd fijn. We hopen binnenkort eens een keer bij een vergadering of wat dan ook langs te komen. Even aan de schuiten. Hartelijk welkom. Yes. Bedankt. Oké, jij ook bedankt. Jij ook bedankt.